Schaatsen is niet leuk, hè? Nee, schaatsen doet best pijn af en toe. Want je stond net ongeveer op je kop. Ja, nog steeds wel. Wat voel je dan? Ja, moeilijk te omschrijven. Alsof het bloed uit je benen, uit je lijf trekt en dan ineens in je maag gaat zitten en extreem misselijk of zo. Jij wilde hier winnen, de 1500 meter. Ja, dat is niet gelukt, maar ben je wel tevreden? Nou, nee, niet echt. Ik denk dat de opening, ik ging er wel voor. De opening was wel goed, maar ik krijg gewoon even niet zo makkelijk de snelheid. Ik moet zorgen voor werken en dan, ja, net dat werken, dat komt dan echt uit mijn tenen. Ik denk dat ik een solide rit reed, maar je wil graag meer laten zien. Het is wel een allround kampioenschap en dan kijk je naar de klassementen en dan sta je vierde. En dan ben je wel dichter bij de jongen gekomen. Het verschil is op de 5 kilometer 3600ste. Nou, Wuuskennende, jij wilt nog wel derde worden of is dat anders? Ik wil altijd podium halen. Dus ik heb even geen idee nog tegen wie ik rijd en hoe laat en zo. Volgens mij tegen Takagi in de laatste rit. Oké, nou ik ga even ergens een matje opzoeken, even rustig liggen. En dan ga ik daarna proberen een goede 5 te rijden. Komt nog wel van die mat? Dat is wel de bedoeling, ja. Nee, omdat ik gisteren ook zei van, is het niet handiger misschien om het toernooi te beëindigen volgende week, 1500 meter? Nee, hè? Nee, als je er zo dichtbij zit, dan is het zeker het proberen waard. Dat is ook het hoogst haalbare derde plek, als je dat haalt? Ja. Ik denk dat de Kagi een zware kuif gaat krijgen aan die 14 seconden, maar op Sabikova. Maar het gaat een spannende ontknoping worden. Ja, over die verschillen weet jij alles van, die verschillen met Sabikova? Ja, één keer is het fout gegaan, met één keertje. Het is hier ook wel eens goed gegaan. Wat verschilt dan ook zo groot? 11 seconden of zo, ik weet niet eens. Maakt niet uit. Tip dan even, wie wordt hier wereldkampioen? Ja, ik denk wel Sabikova. Die reed vandaag weer een dijk van de 1500 varen doen. En gisteren op wereldrecord op de 3, dus ik denk dat hij gewoon een aanval gaat doen op wereldrecord op 5 kilometer. Je bent er weer behoorlijk bovenop gekomen, hè? Ja, ik wil nog wel even dat matje hebben, hoor.